Dit is de nieuwe Lexus NX, de 450H+. Dus dat is een plug-in hybride met een actieradius van ongeveer 60 kilometer. En zelfs als je hem in de stad gebruikt, moet je zelfs 100 kilometer op een accu kunnen halen. Vind ik vrij rooskleurig, maar of het zo is, dat moeten we later gaan testen. Maar ja, het soort design, het typische echte Lexus grill, hè? Dit design, dat zie ik op al de Lexus wel terug. Natuurlijk het welbekende logo, wat de radar in zit. 360 camera systeem op de auto, uiteraard volledige LED verlichting, groot lichtassistent, volledig matrix LED is het als het goed is ook. En die kan dus om auto's heen schijnen, hè, als je in het donker bent. En dan gaan we even kijken naar eigenlijk het mooiste punt van die NX, wat ik tenminste vind. Ja, we hebben een beetje vies gemaakt, vinden wij nooit erg, hè, bij mijn inquiry. maar dit vind ik eigenlijk het mooiste punt van de auto. Dat is eigenlijk heel raar. Want vaak heb je zoiets van, ik wil die neus is mooi. Maar dit, deze lijn, en dan deze lijn. Ik vind het gewoon heel dik. Ik vind het gewoon echt een staat wat. Hij loopt vrij strak hier. En dan loopt hij een beetje bol zo rond. Dan krijg je gewoon wel echt een heel mooi karakter ook van. Ja. Deze joekels van velgen. 20 inch, hè? Flinke jongens ook. Zwart. Kleurt heel mooi af op dat wit, hoor. Echt heel mooi. Is heel strak ook. Ik ga even binnen kijken. Ik loop even mee. Binnen. Hij zit al de top op de bil. Dit is de F-Sport. Die heeft dus dit prachtige zwart-rode lederen interieur. Ook opvallend aan die nieuwe Lexus NX is dus ook die cockpit, hè? Het zit echt om je heen. Groot multimedia scherm ook. En veel opties ook daarop. De auto is zeer rijk uitgerust, maar ook echt gewoon een klasse meer dan bijvoorbeeld een Toyota RAV4.